Hallo, ik ben Johan Verbraken. Ik ben longarts. Ik ben werkzaam in het multidisciplinair slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ik ben vooral met slaap- en ademhalingsstoornissen bezig. En ik ben in Berlijn aanwezig in het kader van het Sleep and Breathing Congress, dat gewijd is aan slaapapneu. Snurken is een heel frequent voorkomend probleem in de algemene bevolking. En helaas is het ook heel vaak geassocieerd met slaapapneu. Uiteraard is het niet zo dat alle patiënten die snurken lijden aan slaapapneu. Maar de patiënten die wij zien in het slaapcentrum en die enkel een klacht hebben van snurken, daar blijkt toch dat 20% van deze mensen lijden aan slaapapneu. Indien dat er ook aanwezigheid is van slaperigheid of enige andere klachten zoals vermoeidheid of niet goed uitgerust wakker worden, dan zien we toch in deze combinatie dat ongeveer 50% van deze mensen leidt aan een relevant slaapapneusyndroom waarvoor ook behandeling nodig is. Veel mensen denken dat ze enkel snurken, maar als je gaat doorvragen, dan blijkt toch vaak ook dat de slaap kwalitatief niet optimaal is, waardoor dat er toch mogelijk een onderliggend slaapapneusyndroom aanwezig is. Dus het is belangrijk om daar eerst uiteraard goed naar te vragen, maar om dan ook vervolgens de stap te zetten naar een onderzoek. En dat betekent een slaaponderzoek. Thuis of in het ziekenhuis, hè. Dat afhankelijk van hoe dat het in elk land wordt georganiseerd. De belangrijkste klachten die voorkomen bij personen die lijden aan slaapapneu zijn naast het snurken vermoeidheid, slaperigheid overdag die niet kan verklaard worden door andere factoren. Maar ook minder typische klachten zijn frequent aanwezig, zoals hoofdpijn, 's ochtends bij het ontwaken, nachtelijke benauwdheid, verkeersongevallen, problemen met het functioneren, overdag ook vaak gerelateerd aan slaperigheid, geheugen- en concentratieproblemen, soms ook makkelijker moeten opstaan om te plassen en niet mis te verstaan, ook wel vaak gedragsveranderingen, stemmingsproblemen. Toch dat de persoonlijkheid van de persoon toch wel veranderd is in de loop der tijd. Wat we soms noemen een kort lontje heeft, dus veel meer prikkelbaar is. Dat zijn allemaal zaken die we toch relatief vaak terugzien bij mensen met slaapapneu. Slaaploosheid zien we relatief weinig bij patiënten met slaapapneu, maar het kan toch voorkomen. We zien het iets meer bij vrouwen die aan slaapapneu lijden, ongeveer bij 20% van de vrouwen. Bij mannen is dat ongeveer bij 10% van de slaapapneupatiënten. Dus dat is eigenlijk een heel gamma aan klachten. En het is niet altijd heel gemakkelijk om dus die klachten te linken aan een echt onderliggend slaapapneusyndroom. Omdat niet altijd deze klachten bij iedereen aanwezig zijn. Dus het verschilt eigenlijk van patiënt tot patiënt, waardoor dat je toch heel alert moet zijn en de link moet liggen om tot een adequate diagnose te komen. Heel belangrijk is om eerst een goede diagnose te stellen, om dus te weten om te beginnen slaapapneu aanwezig is. We zijn dan bijkomend ook geïnteresseerd in het type van slaapapneu. Gaat het om obstructief slaapapneu of centraal slaapapneu? En bovendien uiteraard willen we ook weten hoe ernstig het probleem is. Is het heel mild, matig ernstig, ernstig, zeer ernstig of extreem ernstig? Dat is heel sterk bepalend wat de verdere aanpak is die nodig is om het probleem op te lossen. Dus voor de milde gevallen gaan we ons vaak beperken tot eenvoudige maatregelen in de vorm van gewichtsreductie, beperken van alcoholgebruik of zelfs vermijden van alcohol, eventueel rugliggen vermijden bij mensen die rugliggebonden slaapapneu doen, regelmaat ook, maar dat zijn de zaken die de patiënt zelf kan doen en dus dat is soms relatief beperkt, gaat eigenlijk op voor alle categorieën van slaapapneu. Maar bovenop deze eenvoudige maatregelen gaan we toch ook specifieke behandelingen voorstellen in functie van de ernstgraad, ook in functie van de dringendheid voor het oplossen van het probleem. Zo gaan we bij de
lichte gevallen van slaapapneu eventueel lokale behandeling van de keel voorstellen. Dat houdt in oftewel een operatieve ingreep, dan wel een mondprothese tegen slaapapneu. De heelkunde houdt in het inkorten van het verhemelte, het verwijderen van de amandelen en het aan elkaar hechten van de amandelpijlers. Ook de uvula of het huigje wordt verwijderd, dus je krijgt een veel ruimere en stijvere keel. Andere aanpak die minder ingrijpend is, zijn de mondprothesen. Het zijn op maat gemaakte gebitjes die tegenwoordig bestaan uit twee elementen. Een gebit voor de bovenste tandenrij en een gebitje voor de onderste tandenrij, waarbij de onderkaak naar voren wordt bewogen en in een voorwaartse positie wordt gefixeerd, waardoor dat er meer plaats is achteraan in de keel. Dus dat is tegenwoordig ook geïndiceerd bij de matig ernstige patiënten met slaapapneu en soms ook bij patiënten met meer ernstige slaapapneu indien CPAP-behandeling niet wordt verdragen. CPAP-behandeling is dus de standaardbehandeling voor personen die lijden aan een matig ernstige of nog meer ernstige vorm van slaapapneu, waarbij gewoon de kamerlucht wordt aangezogen en dus via de neus, via een neusmasker, naar binnen wordt geblazen, overdruk geeft in de keel, waardoor de keel niet meer kan vernauwen of kan afsluiten. Dus dat is een zeer effectieve behandeling, maar die moet wel elke nacht worden gebruikt. Elke nacht dient een masker of een kapje te worden opgezet, zodanig dat de apneus en ook het snurken niet meer kunnen optreden. Indien dat die behandeling niet wordt verdragen, omwille van neveneffecten, of omdat de persoon niet kan slapen met een masker op en niet in slaap geraakt, of te veel hinder ondervindt van het masker, dan uiteraard is het belangrijk om te kijken naar alternatieven, in de vorm van heelkunde, dan wel in de vorm van een mondgebit. Dus dat zijn de routinetechnieken. Alle andere behandelingen die eventueel toch in de media komen, zijn vaak experimentele behandelingen of behandelingen die onvoldoende hun nut hebben bewezen in de routineaanpak van slaapapneu. Het onderzoek en de behandeling van slaapapneu-syndroom is een medische aanpak, dus die dient te gebeuren onder begeleiding van experten die voldoende zijn opgeleid in de problematiek, niet alleen in het behandelen, maar ook in het stellen van een accurate diagnose. Dus dat is vaak via de longarts die zich daarin heeft gespecialiseerd en daar een aandachtsgebied van heeft gemaakt. Sommige longartsen zijn zelfs quasi fulltime bezig met slaaponderzoek en behandeling van slaapstoornissen. Het slaapapneusyndroom kan ook adequaat en zeker in feite in samenspraak met de KNO-arts worden aangepakt. Om te beginnen dient een grondig onderzoek ook te gebeuren van neus en keel, om te kijken naar eventuele problemen met de doorgankelijkheid van de keel en abnormale structuren zich eventueel zich kunnen voordoen of kunnen aanwezig zijn in de keel. Indien dit duidelijk is, dan kan de KNO-arts eventueel ook bijkomend onderzoek doen om na te gaan waar de keel precies afsluit tijdens de slaapapneu. Dus dat is belangrijk om te bepalen welke behandeling specifiek is aangewezen voor die specifieke patiënt. Ze gaan meer en meer in de moderne aanpak van slaapapneu richting een gepersonaliseerde aanpak, waarbij we eerst dus bepalen waar precies de keel afsluit, ofwel op het niveau van het verhemelte, ofwel op het niveau van de tongbasis, maar het kan zelfs ook op twee niveaus zich voordoen. En u begrijpt dat op die manier we veel beter het succes van behandelingen kunnen voorspellen en we ook onnodige behandelingen kunnen vermijden, wat ook uiteraard in zekere zin besparingen en onnodig leed kan met zich meebrengen en kan voorkomen. We weten dat kinderen in toenemende mate worden geconfronteerd met slaapapneu. Het kan zelfs al voorkomen op heel jonge leeftijd.
Nu, slaapapneu wordt op heel andere wijze bekeken bij kinderen dan bij volwassenen. We gaan de lat veel lager leggen dan bij volwassenen. Bij volwassenen spreken van een relevante slaapapneu die net er 5 apneus per uur slaap optreden in aanwezigheid van klachten. Bij kinderen spreken we al van een relevante vorm van slaapapneu indien net er 1 obstructieve apneu minimaal per uur slaap zich voordoet. Liefst ook in de aanwezigheid van klachten. Er is gezien bij gezonde kinderen dat er geen apneus zich voordoen. Bij volwassenen is een normaal aantal tot minder dan 5 apneus per uur slaap. Dus u ziet dat er een belangrijk onderscheid wordt gemaakt in de evaluatie en in de diagnosestelling van slaapapneu bij kinderen en bij volwassenen. Het is zo dat personen die slaperig zijn in principe volgens de Belgische en ook de Nederlandse wetgeving niet rijgeschikt zijn. Deze wetgeving heeft ook een aantal specifieke patiëntencategorieën gedefinieerd, waaronder slaapapneu. Maar het is niet zo dat patiënten met slaapapneu steeds rijongeschikt zijn. Er moet dus wel degelijk sprake zijn van slaperigheid overdag, die pathologisch is. Dus dat betekent dat dit interfereert met de dagelijkse activiteiten. Dus in principe, wanneer iemand met slaapapneu behandeld is, kan die persoon na 1 maand behandeling terug rijgeschikt worden verklaard, mits er een goede therapietrouw aanwezig is. In principe definieert de wetgeving een adequate behandeling door middel van CPAP-behandeling, maar in principe zouden ook andere behandelingen in aanmerking kunnen genomen worden om terug rijgeschikt te worden verklaard. In principe is het zo dat personen die voor private doeleinden rijden, vanaf 1 maand adequate behandeling voor onbepaalde duur terug rijgeschikt kunnen worden verklaard, mits dat zij dan CPAP of andere behandelingen blijvend gebruiken. De wetgeving voorziet ook een aparte regelgeving voor professionele bestuurders. Daar wordt voorzien dat na 1 maand adequate behandeling terug rijgeschiktheid kan worden gegeven voor een periode van 1 jaar. Nadien, mits dat CPAP-behandeling wederom nog steeds wordt gebruikt, kan die rijgeschiktheid worden verlengd voor een periode van 3 jaar. De wetgeving verschilt op beperkte punten tussen België en Nederland. Patiënten met slaapapneusyndroom komen vaak in aanmerking voor verschillende behandelingen. Het zijn zogenaamde routinebehandelingen, maar die in functie van de ernstgraad worden voorgeschreven. Dus in lichte gevallen, dan gaan we in de praktijk meestal geen CPAP-masker voorstellen en gaan we eerder grijpen naar heelkundige behandelingstechnieken of naar een mondstuk. Of eventueel ook positietherapie om net te maken dat er niet meer op de rug wordt geslapen. Maar voor de ernstige gevallen, in de praktijk is dat in België wanneer er meer dan 20 apneus per uur slaap zich voordoen. In Nederland gaat dit om meer dan 15 apneus per uur slaap. Soms ook wanneer er minder dan 15, maar meer dan 5 apneus per uur slaap aanwezig zijn in de aanwezigheid van pathologische slaperigheid, dan bestaat de mogelijkheid om een CPAP-toestel te bekomen via vergoeding door de mutualiteit of door de ziektekostenverzekeraar. Wanneer personen niet voldoen aan die criteria, dan bestaat nog altijd de mogelijkheid om toch een CPAP-toestel aan te schaffen, maar dan is dat wel op eigen kosten. In principe is het wel zo dat de therapietrouw voor een CPAP-masker wel vermindert wanneer er minder dan 15 apneus per uur slaap aanwezig zijn. Wanneer er meer dan 15 apneus per uur slaap aanwezig zijn, is het zo dat de klachten belangrijk zijn, maar we weten ook dat die patiëntencategorie meer hart- en vaatziekten dreigt te vertonen op termijn. Dus een verhoogd risico, wat maakt dat ook die categorie, zelfs zonder aanwezigheid van klachten, toch baat kan hebben van een CPAP-toestel, net om cardiale problemen tegen te gaan. Dus dat vraagt uiteraard een bijzondere inzet, zowel van de patiënt als van de arts, om dit inzicht over te brengen en de patiënt om het uiteraard toestel dan iedere nacht en het masker iedere nacht ook te gaan gebruiken.
Patiënten die heel vaak een droge mond hebben en daarmee wakker worden 's ochtends of eventueel ook in de loop van de nacht, die hebben toch wel een sterk verhoogde kans op het hebben van slaapapneu. Maar het hoeft niet altijd slaapapneu te zijn. Het kan ook gewoon snurken zijn waarbij men door de mond gaat ademen omwille van verminderde doorgankelijkheid van de neus. Dus uiteraard dan gaat men trachten te ademen via de mond. Maar de mondademhaling blijkt dus een verhoogde kans met zich mee te brengen op slaapapneu. Dus dat is uiteraard belangrijk om dan in die categorie van patiënten die met die klacht te maken heeft, om dan te kijken wat er precies aan de hand is met de ademhaling. Gaat dit gepaard met slaapapneu of is het toch gewoon snurken? Dat bepaalt uiteraard wel de verdere aanpak van het probleem. Uiteraard, de eenvoudigste aanpak bestaat erin om een glas water te nemen en te drinken tijdens de nacht, zodanig dat het vervelend gevoel van een droge mond weg is. Maar vaak is het toch heel lastig en komt het probleem terug, zodanig dat het probleem in feite niet opgelost is op deze manier. Dus dan is het net heel belangrijk om de neusdoorgankelijkheid te verbeteren, zodanig dat de patiënt langer via de neus blijft ademen, wat uiteraard gunstiger is voor de bevochtiging van de ingeademde lucht, waardoor het vervelende gevoel van droge mond niet meer kan optreden. Patiënten die slaapapneu hebben, gaan net door het gebruik van het CPAP-toestel makkelijker door de neus ademen en gaan daardoor ook minder last hebben van droge mond. Anderzijds kan net ook de CPAP-behandeling een droge mond induceren, omdat de lucht die wordt naar binnen geblazen toch minder wordt bevochtigd door onze neusslijmvliezen, waardoor net een droogtegevoel kan optreden in de mond. In dat geval gaan we de patiënt een warme luchtbevochtiger adviseren. Dus dat is een apparaat dat wordt geïntegreerd samen met het CPAP-toestel, waarbij gewoon water, eventueel gedistilleerd water, wordt opgewarmd en dat water verdampt dan vervolgens. En de lucht die dan via het CPAP-masker wordt ingeademd, is dan warmer en vochtiger, waardoor de lucht beter bevochtigd is en waardoor ook uitdroging van de mond en ook van de neus minder makkelijk zal optreden. Vaak zien we dat patiënten die gebruik maken van een CPAP-masker, soms van in het begin, soms pas in de latere fase van de behandeling, irritatie ontwikkelen van de huid rondom de neus, eventueel onder de neus ook, ten gevolge van contact van het masker met de huid. Uiteraard is het heel belangrijk dat het masker zich goed aansluit aan het gelaat, zodanig dat luchtlekken worden voorkomen. Uiteraard, luchtlekken zijn best te vermijden, want ze zijn vervelend en kunnen ook de ogen irriteren. Nu, wanneer toch neveneffecten optreden ter hoogte van de huid, dan is het vaak kwestie van te zoeken naar het juiste masker, waarbij een ander masker dan wordt gekozen, dat bestaat uit ander materiaal, zodanig dat de overgevoeligheid van de huid niet meer kan optreden. Dus soms kan het gewoon contactovergevoeligheid zijn, maar soms is men toch gevoelig ook voor bepaalde materialen die zich bevinden in het masker. En dan is het heel makkelijk op te lossen door een ander masker te zoeken. Als het probleem zich blijft voordoen, of soms kunnen we ook al van in het begin zeggen dat we gaan voor een ander type systeem, namelijk de neusdopjes. Dan gaan we dus starten met neusdopjes, waarbij via neusdopjes die worden geplaatst vooraan in de neus, de lucht rechtstreeks in de neus wordt geblazen, waarbij de neusrug en ook de huid rondom de neus vrij blijft van een masker of van enige druk ter hoogte van die regio. Wat maakt dat de patiënt even goed wordt behandeld zonder dat die ongemakken van huidirritatie optreden. We horen heel uitzonderlijk dat patiënten die een CPAP-toestel gebruiken een opgeblazen gevoel ontwikkelen en soms ook winderigheid vertonen. Dat kan uiteraard sociaal vervelend zijn, onaangenaam zijn in de contacten met de omgeving. Men heeft ook vaak
een rommelend gevoel in de buik. De buik is opgezet, waardoor mensen soms ook vervelende opmerkingen gaan maken omtrent eventueel gewichtstoename, hoewel het daar helemaal niks mee te maken heeft. Het heeft vaak te maken met toch een te hoog ingestelde CPAP-druk, waarbij de patiënt de lucht weliswaar naar binnen krijgt via de neus, maar waarbij de lucht dan vervolgens toch deels in de slokdarm terechtkomt en vervolgens in het maag-darmstelsel, waardoor dus het opgeblazen gevoel gaat optreden. Dus dat probleem kan heel makkelijk worden opgelost door de CPAP-druk te verlagen, maar dat kan wel anderzijds als neveneffect hebben dat de CPAP-behandeling daardoor en de aanpak van het apneuprobleem daardoor net veel minder effectief verloopt. Dus het is soms een beetje schipperen tussen effectief van behandeling en accepteren van neveneffecten. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, ook met lage drukken, dan is het toch vaak beter om te kijken of patiënt niet kan geholpen worden met andere behandelingen, zoals een mondprothese, zoals chirurgie of soms ook gewoon eenvoudige gewichtsreductie. Het probleem kan eventueel ook nog worden aangepakt met aangepaste voeding. Soms is het ook een gevolg van nervositas van de patiënt, waarbij hij toch wat hyperventileert en waardoor dat er meer lucht wordt gehapt, wat uiteindelijk dan terechtkomt in het maag-darm-systeem. Maar we kunnen soms ook dus medicatie geven, waardoor de spijsvertering wordt gestimuleerd en dus die opstapeling van lucht kan worden tegengegaan. Maar de meeste patiënten zijn wel geholpen met een eenvoudige drukverlaging. Patiënten vragen mij vaak wanneer zij het voorstel krijgen om met CPAP te starten of het toestel toch ook niet geluidsstorend werkt. Het is inderdaad zo dat CPAP-toestellen wel enig geluid produceren. Uiteindelijk, het is een turbine die draait en zorgt eigenlijk dat er lucht wordt aangezogen en die vervolgens dan wordt aangeboden aan de patiënt. Dus dat betekent toch dat er een zekere geluidsproductie zich voordoet. Nu, we moeten dat wel wat relativeren. Het geluid is ongeveer 25 tot 28 decibel, afhankelijk van de druk die moet gegenereerd worden door het apparaat. Maar het is een monotoon geluid. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn patiënten, u kunt het geluid dat het toestel maakt vergelijken met het ruisen van de zee. En het is eigenlijk voor een stuk rustgevend, omdat het zo monotoon is en het eigenlijk toch een relatief geluidsarm signaal is. Het blijft geluid uiteraard, maar het is meestal goed te verdragen. Uiteraard, als iemand zich gaat focussen op die geluidsbron, dan kan men uiteraard wel daar problemen mee hebben. Maar over het algemeen is het toch wel zo dat de meeste patiënten, en vooral de partner van de patiënt, het beperkte geluid van het CPAP-toestel accepteert bovenop het aanwezig zijn van snurken van de partner, wat dan bovendien vaak in horten en stoot is, zeer onregelmatig is, wat uiteraard veel meer storend is dan het relatief beperkte niveau van geluid dat wordt voortgebracht door CPAP-apparaten. Patiënten die wij onderzoeken en uiteindelijk diagnosticeren met een slaapapneusyndroom zijn vaak van middelbare leeftijd en hebben oftewel in het kader van hun professionele activiteiten vaak verplaatsingen naar het buitenland met het vliegtuig, maar gaan ook vaak steeds vaker verder weg op reis met de familie. Uiteraard, CPAP-toestel dient dan toch liefst te worden meegenomen, omdat men uiteraard tijdens familieuitstappen in het buitenland op hotel verblijft en men vaak niet in de mogelijkheid verkeert om uit te wijken naar een andere kamer omwille van het snurken. Dus het CPAP-toestel is dan zeker aangewezen om mee te nemen op de reis. Uiteraard op zakenreis toch ook wel, zeker wanneer men sterk afhankelijk is van het apparaat, is het toch beter van het toestel wel te gebruiken dan niet te gebruiken, omdat men uiteindelijk toch minder goed slaapt. Wanneer men het apparaat soms slechts één nacht niet gebruikt, kan het toch al een averechts effect hebben op het functioneren overdag. We weten wel dat patiënten
soms toch wel een aantal nachten zonder CPAP kunnen, zonder dat zij daar een te grote terugval door ondervinden. En het heeft te maken met het feit dat wanneer CPAP langdurig wordt gebruikt, dat dit ook een na-effect heeft op het adempatroon. Dus we zien wanneer het toestel bijvoorbeeld één nacht niet wordt gebruikt, dat het aantal apneus per uur slaap 30 à 40% lager is dan bij de initiële diagnosenacht. Dus er is wel iets te zeggen om het toestel niet elke nacht te gebruiken op reis of om het enkele dagen niet te gebruiken, maar meestal na 3 à 4 nachten is de ernstgraad van de slaapapneu even uitgesproken dan zoals het initieel werd gedetecteerd. Dus we adviseren toch om het toestel mee te nemen, zowel voor korte verblijven in het buitenland als voor lange verblijven in het buitenland. We willen van de gunstige effecten van het CPAP-toestel op de slaap en ook op het slaapcomfort van de familie. Maar we moeten toch ook erbij stilstaan dat slaapapneu gepaard gaat met belangrijke cardiovasculaire complicaties op termijn. Die kunnen voorkomen worden door CPAP goed te gebruiken. Dus het staat buiten kijf dat CPAP best elke nacht wordt gebruikt. Uiteraard kan dit wel de nodige problemen met zich meebrengen wanneer men gaat inchecken op de luchthaven of wanneer men een controlepunt dient te passeren. In de praktijk valt dit toch wel mee. We zien het enorm aantal patiënten dat momenteel zowel in België als in Nederland wordt behandeld met CPAP. Om u een idee te geven, momenteel wordt in België 65.000 personen behandeld met een CPAP-toestel. In Nederland is het bij benadering ongeveer 80.000 personen. Dus ook die mensen gaan uiteraard heel vaak op reis met het vliegtuig, zodanig dat de luchtvaartautoriteiten en ook het controlepersoneel meer en meer bekend is met de CPAP-behandeling en dit steeds minder problemen oplevert. Uiteraard, wanneer u zich verplaatst naar exotische oorden, dan kan dit misschien toch wel een probleem met zich meebrengen, maar ook daar is men toch meer en meer vertrouwd met de CPAP-behandeling en wordt u minder en minder eigenlijk als een gevaar op het vliegtuig beschouwd. Het hebben of het beschikken over een CPAP-paspoort waarin wordt verklaard dat u CPAP gebruikt en u dit nodig heeft voor uw gezondheid en dat dit belangrijk is ook wanneer u wordt opgenomen in het buitenland in het ziekenhuis, dan kunt u toch wel enige vervelende situaties op de luchthaven voorkomen. Tijdens vakantieperiodes adviseren wij toch om de CPAP ook in die periode te gebruiken. Vooral ook omdat het snurken meestal toch terug toeneemt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het kan soms onmiddellijk terugkomen. Soms duurt het iets langer voordat het snurken terug storend wordt. Maar in het algemeen gesproken kunnen we toch stellen dat het nuttig is om het CPAP-apparaat mee te nemen op reis. Het is wel zo dat mensen die langdurig CPAP gebruiken, door het gebruik van het toestel een afname hebben van de zwelling van de slijmvliezen in de keel, waardoor zij ook zonder het apparaat een tijdje veel minder luid gaan snurken. Wanneer het toestel lange tijd niet wordt gebruikt, zien we wel dat de snurken geleidelijk aan terug toeneemt. Een bijkomend gegeven op vakantie is dat men vaak ook toch wel makkelijker alcohol gebruikt. Alcohol leidt tot een relaxatie van de keelspieren, waardoor snurken ook terug makkelijker gaat optreden, waardoor het toch net terug weer storend gaat worden. Vandaar dat we toch adviseren om het masker mee te nemen. Vaak is het toch zo ook dat patiënten die in het buitenland zijn en het toestel niet hebben meegenomen en een probleem ondervinden van onrustige slaap en slaapverstoring bij de partner, dat zij vaak toch wel spijt hebben dat ze het toestel op dat ogenblik niet ter beschikking hebben en ook niet in de mogelijkheid zijn om het dan even snel thuis te gaan ophalen. Patiënten waarbij de diagnose is gesteld, krijgen een aanbod dat begint met eenvoudige maatregelen, waarbij we als eerste advies toch vaak geven om te trachten te vermageren. Omdat ongeveer 85% van de patiënten waarbij de diagnose slaapapneu wordt gesteld, leidt aan overgewicht en of obesitas. Dus dat is
uiteraard heel belangrijk om dit probleem aan te pakken, naast eventuele aanvullende, meer geavanceerde behandelingen in handen van de specialist. Het advies is om af te vallen, uiteraard in functie ook van de ernstgraad van slaapapneu. Een eenvoudige vuistregel is om dus te onthouden dat 1 kilogram lichaamsgewicht overeenkomt met 2 apneus of hypopneus per uur slaap. Dus wanneer u bijvoorbeeld 20 apneus per uur slaap doet, dan zou het kunnen volstaan volgens deze vuistregel om 10 kilogram lichaamsgewicht te verminderen. Dus vaak zijn patiënten die deze vuistregel vernemen toch wel geneigd om te trachten te vermageren, omdat zij dan ook een heel duidelijk streefdoel hebben. En dat ze ook heel goed kunnen inschatten, in functie van het aantal kilo's dat men heeft verloren, hoeveel verbetering er is opgetreden in de apneu-hypopneu-index. Dus het aantal onderbrekingen en ademhaling per uur slaap. Dus dat is zeer motiverend om op die manier te trachten het probleem aan te pakken. Hoe moet dat dan gebeuren? Vaak gebeurt dit op eigen wilskracht, maar we zien toch dat enige begeleiding door voedingsdeskundigen of diëtist toch wel aangewezen is, omdat men toch vaak in vastgeroeste eetpatronen zit die men zelf niet altijd herkent. En dus het evalueren van het eetpatroon, ook het leefpatroon, het bewegingspatroon is erbij belangrijk. Want uiteraard is een bepaalde balans die moet worden nagestreefd, inname van voedsel, in functie uiteraard van de verbranding en van onze activiteiten in het dagelijkse leven. Wanneer een slaaponderzoek is uitgevoerd, gaan we uiteraard de patiënt mededelen hoe frequent er eventuele ademstops optreden. Maar het is ook belangrijk om dan vervolgens te gaan kijken welk type van ademhalingsonderbreking er plaatsvindt. De meeste patiënten vertonen een obstructieve vorm van slaapapneu. In relatief beperkte mate zien we ook patiënten met overwegend centrale slaapapneu. Maar ook heel vaak zien we patiënten die een combinatie hebben van die beide types van apneu. De obstructieve apneu, zoals het woord het zegt, gaat gepaard met het onderbreken van de luchtstroom, ter hoogte van neus en mond, ten gevolge van het afsluiten, dus obstructie van de keel. Die obstructie kan zowel plaatsvinden ter hoogte van het verhemelte, als ter hoogte van de tongbasis, als op beide niveaus. Wanneer er geen luchtstroom meer aanwezig is en waarbij ook geen beweging van borstkas en buik optreden, dan spreken we van een centrale apneu. De centrale apneu wordt veroorzaakt door het wegvallen van de ademhalingsprikkel die vertrekt vanuit het ademcentrum in het verlengde ruggenmerg. Vandaar zien we dus bij patiënten met centrale slaapapneu dat er helemaal geen ademhalingsbewegingen meer plaatsvinden. Bij de obstructieve slaapapneu daarentegen zien we dat er weliswaar geen lucht meer door keel en neus gaat, maar de patiënt maakt nog wel bewegingen van de borstkas en de buik. En die bewegingen zijn net bedoeld om de obstructie op te heffen die aanwezig is ter hoogte van de keel, zodanig dat de ademhaling herneemt. Bij de centrale slaapapneu daarentegen zal de wekprikkel optreden door de zuurstofdaling, waarbij uiteindelijk toch een ontwaking dan plaatsvindt. Zwangere vrouwen blijken vaak klachten te hebben met het inslapen en het doorslapen, maar ook overdag kunnen zij soms problemen vertonen die te maken hebben met onrust ter hoogte van de onderste ledematen. Dit heeft vaak te maken met ijzertekort en dan is het natuurlijk zaak van ijzer toe te dienen door middel van ijzertabletten, maar ook tekort aan bepaalde vitaminen kunnen beenbewegingen en onrustige benen uitlokken, zowel in wakkere toestand als tijdens de slaap. Het heeft vaak te maken met een tekort aan foliumzuur en in mindere mate ook aan een tekort aan vitamine B12. Ook in zulke gevallen is het meestal voldoende om foliumzuur en of vitamine B12 toe te voegen. En tenslotte zien we ook dat een tekort aan magnesium bij zwangere vrouwen
deze beentrekkingen kan uitlokken. Dus het is soms nuttig van dus via het bloed, via bloedname, te gaan kijken welke van deze factoren verstoord is, om dan uiteindelijk dan het tekort te supplementeren. Patiënten die ouder worden, die gaan vaak klagen van een minder goede slaap, worden vaker wakker, hebben vaak ook ietsje meer problemen om in te slapen en zijn er zeer ontevreden over. Vaak zie je mensen die op pensioen gaan, dat zij op dat ogenblik de tijd nemen om meer uren te slapen, omdat zij in het verleden vaak minder uren hebben geslapen en denken van nu is het ogenblik om terug te komen tot een normale slaapduur en lukken er dan niet meer in om die uren te slapen die zij nastreven. Dat is zeker niet abnormaal, gezien de slaapduur afneemt met het ouder worden. Het is een normaal, natuurlijk, fysiologisch verloop en evolutie van de slaap. We zien dat de slaapduur afneemt met het ouder worden, dat ook de hoeveelheid diepe slaap afneemt, het aantal slaapcycli neemt ook af. En men ziet ook dat er toch wat meer ontwakingen optreden naarmate de leeftijd toeneemt. Op zich hoeft men zich daar niet ongerust over te maken, gezien het een normale evolutie is van de slaap. Het is wel belangrijk om dan na te gaan of die verstoring van de slaap gepaard gaat met klachten van slaperigheid, vermoeidheid, geheugenconcentratieproblemen, maken van fouten, zowel thuis als eventueel op de weg, verkeersongevallen met name, want dan heeft het uiteraard wel pathologische consequenties en dan moet er toch eventueel nader worden gekeken of er eventueel een onderliggende oorzaak is. Uiteraard slaapapneu dienen we dan uit te sluiten, maar uiteraard is het niet altijd slaapapneu als oorzaak voor een verstoorde nachtrust. Heel belangrijk is om voldoende te bewegen op ouder leeftijd, ook al zijn er pijnen en zijn er gewrichtsklachten, voldoende buiten te komen, want buitenlicht houdt ons wakker en zorgt ook voor een beter slaap-waakritme. En tenslotte is voldoende lichaambeweging, ook in de vorm van sport, aangewezen, want dat maakt dat we ons moe maken en we dus beter gaan slapen en we ook meer diepe slaap gaan ontwikkelen. En die maakt dat de slaapkwaliteit beter is. Ten slotte wil ik toch ook wel benadrukken dat er toch wel relatief meer alcoholgebruik is op latere leeftijd, omdat men daar ook meer de tijd voor heeft, de sociale contacten. Het wordt soms ook gebruikt als slaapmutsje, wat eigenlijk tegen aangewezen is, want alcohol lijkt wel een goed inslaapmiddel, en dat is het ook, maar het is een zeer slecht doorslaapmiddel. En er treedt ook gewinning op voor het effect van alcohol om het inslapen te bevorderen. En dan heeft men meer alcohol nodig om toch hetzelfde effect te bekomen. En als dit zo verder gaat, uiteraard komt men in een vicieuze cirkel terecht en kan men zelfs niet meer slapen zonder alcohol. Dus dat is toch wel te vermijden. Ik ben zeker niet tegen alcohol, maar het moet dan liefst eigenlijk overdag worden genuttigd. En zeker niet in de avonduren, want dan gaat het wel interfereren met de slaapkwaliteit. En tenslotte wil ik toch ook wel het belang benadrukken van het beperken van cafeïnegebruik. Bijvoorbeeld enkel 's ochtends, 2 kopjes koffie per dag. Zeker niet meer na 3 uur in de namiddag en bij voorkeur ook niet meer na 12 uur in de namiddag. Vanaf 2 kopjes koffie per dag, reeds 's ochtends, is er al een invloed op de slaapkwaliteit. Met name vroeger wakker worden, iets makkelijker ontwaken, soms heel subtiele ontwakingen waarbij de slaapkwaliteit wordt verminderd en men toch dus minder goed recupereert tijdens de nacht. Dus slaaphygiëne is zeer belangrijk, ook op wat oudere leeftijd, omdat men ook vaak meer onderhevig is aan de negatieve effecten van koffie en alcohol.